daardoor spreekt. Dus denkt u hoe het akkoord is gebeurd? Kinderen tussen de 7 en 12 weken worden met een gekromd mes in stukken gesneden en uit de baarmoeder gehaald. Bij kinderen boven de 4 maanden wordt het vruchtwater weggestoken en in plaats daarvan een geconcentreerde zoutoplossing ingespoten. Het kind zit in zit binnen en sterft eraan. De doodstrijd duurt een uur. Kinderen onder de 6 maanden worden door een keizersnede levend uit de moederschoot gehaald. Ze sterven in afval. En in 3 van de 4 gevallen wordt tegenwoordig een chemische oplossing in de baarmoeder gespoten om het kind te bewegen, zodat het met een hoge drukzuiger uit de moederschoot getrokken wordt, waarbij handjes